Wat is zo'n avondklokshow confronterend, zeg. Ik praat dus met iemand via beeldscherm en ik hoor slecht. En ik merk nu pas dat ik daardoor helemaal niet alert kan reageren op wat er gezegd wordt. De kwartjes vallen gewoon vreselijk langzaam bij me. Want ik moet een paar slagen maken. Ik moet... Er komen klanken binnen die ik niet allemaal versta. En die puzzel kan ik pas leggen als ik de context heb. En dan leg ik die puzzel in mijn hoofd. En dan, als ik geluk heb, klopt die en kan ik het verstaan. Maar daarna komt dus nog pas eens een keer dat het wat ik versta ook moet landen. En ik neem daar dus niet genoeg tijd voor, heb ik nu ontdekt. En dat is omdat ik bang ben dat het gesprek anders te sloom wordt, dat er te veel pauzes vallen. Maar ik heb dat dus wel nodig, die pauzes. En ik mag liever voor mezelf gaan zijn en die pauzes gaan claimen. Want die pauzes niet claimen is niet alleen niet lief voor mezelf, maar ook niet lief voor mijn gesprekspartner. Wow. En nou ben ik al, ik weet niet hoe lang, slechthorend. En ik leer dit pas nu.